eventjes voor de video begint. Ik zag hier laatst wat comments over en het klopt ook. Ik heb even volgens mij echt al de laatste 3, 4, 5 video's echt heel vaak dezelfde trui aan. Dat komt omdat eigenlijk al deze video's op dezelfde dag zijn opgenomen. Dus denk nou niet dat ik maar 1 trui heb. Dat is echt gewoon puur toeval. Oké, veel kijkplezier. Yo mensen en welkom bij weer een gloednieuwe video. En voor ik deze video begin wil ik jullie bedanken voor alles wat onder de vorige video stond. En hoe jullie allemaal tekeer gingen in de reacties. Het was weer echt bizar, ouderwets. FIFA is nog niet dood, zolang je maar icons pakt. Ik liet jullie afgelopen aflevering af en toe wat comments zien van mensen die zich aangesloten hadden bij Team Belletje. En het leuke vond ik, er waren zelfs mensen die in de video zaten. Die reageerden, hey, ik zit in de video met mijn Team Belletje comment. En dat reageerden ze zeg maar toen de video 1 minuut online stond. Oftewel, ze waren nog steeds in Team Belletje. Dat is altijd fijn als iemand drukt, maar dat ze dan ook niet daarna stiekem wegdrukken. Maar dan ook echt erin blijven. Ik heb mijn icon video nu net 3 uur geüpload. Er zijn op dit moment 200 reacties. En daarvan zijn er 70 met hashtag Team Belletje of iets met Belletje. Dat is meer dan 30%. Bizar. Dus iedereen die weer snel op deze video klikt en die uitkijkt naar deze video, super thanks voor jullie support. Ja, jullie zijn al geabonneerd. Maar even al die andere mensen, doe ik even abonneren. Doe even lekker likeies. I love it. En vandaag heb ik een hele saaie video, joh. Ik heb goud 1 rewards van Weekend League. Godverdomme, 22,8 ging. En daarna ga ik nog veel meer leuke dingen doen. We weten allemaal wie er allemaal in vorm zijn deze week. En ik ga deze week best lekker met mijn pack luck. Dus waarschijnlijk krijg ik helemaal niks. Maar laten we hopen. Oké, dit begint met Demir Bay. Kom op, Suarezje of Godin of zo. Kom op. Nee. Casillas. Maar ik heb nu 2 miljoen en 176.000 munten. Alleen, ik heb ook nog 200k packs te gaan. Dan ga ik lekker nog niet verklappen wat ik ga doen. Maar wie weet kun je het al raden. We beginnen met als eerste 100k pack. Dat is geen walkout. Het is een Franse cam. Oké. Heel prima. Payet. Lekker. 84 rated. Oh, walkout. Wacht. Geen icon. Jammer. Wel een Italiaanse centermid. Dit is niemand anders dan Verratti. Lekker. 86 rated Verratti. Oh, what the fuck. 2 in forums. Hey, jou heb ik een tradable. En Weghorst en Verratti. En William Carvalho. En weer Payet. En Quincy. Haha, ik ben helemaal niet zo'n groot fan van hem. Dat weten we wel. Dat ik mijn andere voorkeur heb. Maar FIFA is hij jaar in jaar uit geweldig. En ik heb hem al, hè. Ik zweer het, ik heb nu een team. Oh mijn god, ik word helemaal live. Allemaal door de packs van de afgelopen weken. Ik heb ook een afspeellijst met al mijn pack openings. Ik blijf het zeggen, ga hem alsjeblieft checken, want het is gruwelijk. Jullie gaan zo meteen naar de eerste 10 potten van mijn Weekend League kijken. En dat is dus met dit team weer upgrades ten opzichte van vorige week. Vorige week upgrade ik Griezmann naar Neymar. En nu heb ik Hazard verwijderd. En heb ik Cristiano Ronaldo toegevoegd. Als je denkt, waar is Kante? Hey, daar zit hij. Kale klets. Dan vraag je je af, Rob, hoe ga je in-game spelen? Nou, dezelfde opstelling als altijd. En dan staat het dus zo. En dan wissel ik Rabiot voor Kante. En dan sta ik in-game dus op deze manier. Ik ben zo benieuwd naar Ronaldo. We gaan het zien. Op naar de potjes. Yes, en dan is dit mijn allereerste tegenstander. Een Premier League team met enkel Alexandro op linksback. En wat dan wel ontzettend grappig is, Alexandro wissel ik elke wedstrijd eigenlijk voor de aftrap al. Maar gaat er natuurlijk pas uit op het moment dat de bal uit het spel is. Dus hij staat er altijd heel kort in. En hier maakt hij gewoon het allereerste doelpunt van mijn Weekend League. Adrien Rabiot, die natuurlijk altijd gewisseld wordt voor Kante, zoals ik jullie net al zei. En maakt gewoon het eerste doelpunt. Ook het enige doelpunt dat hij gaat scoren voor mijn club. Meestal kom ik niet eens aan aanvallen toe op het moment dat, totdat hij er al uitgaat, zeg maar. Dan heb ik nog niet eens een aanval opgezet. Uiteindelijk maakt Ronaldo 2-0, Mbappé 3-0. En Mbappé maakt hier ook de 4-0. En dan zul je denken, hè? Omhaals, of oma, is het omhalen of omhaals? Die zijn toch gepatcht? Nou, daar heeft Mbappé in ieder geval schijt aan. Hij gaat precies tussen de arm en het hoofd van Ederson door. En dan is het 4-0 en dat is ook mijn eerste overwinning. En dan de tweede wedstrijd komen we al tegen een iets beter team. Ook weer een heel groot Premier League met een stukje Serie A. Met eigenlijk een aantal prima spelers. Je ziet hier ook, ik heb al op start gedrukt om te wisselen. Maar dan trap ik hem neer met Umtiti. Een hele domme overtreding op Pato. Die schiet hem door het midden, sta ik 1-0 achter. Dan denk je, fuck, je gaat het moeilijk krijgen, Rob. Je gaat het moeilijk krijgen. Nou, die omhaaltjes. Oh, ook Ronaldo kan het gewoon nog. Het is gewoon weer een omhaal. Het is 1-1. En uiteindelijk gaan we lekker door. Want hier gaat Mbappé uiteindelijk uit een voorzet van Ronaldo de 2-1 maken. Mbappé gaat ook hier de 3-1 maken uit een heerlijke droge volley. En eigenlijk wordt dit ook een easy wedstrijd. En dan hoor ik jullie al denken, ja Rob, je zit allemaal stoer te doen. Dit zijn je eerste potjes. Je scoort hier weer met Ronaldo. Je scoort met Mbappé. Je hebt Neymar. Mijn tegenstander rage quit. Ja, het is ergens ook moeilijk dat ik zeg maar zo'n goed team heb. Want daardoor
word je altijd, zeg maar, mensen, je bent altijd een soort van, jouw tegenstander is altijd de underdog. Ben ik dan de overdog, hoe noemen ze dat? Nee, ik ben gewoon altijd de favoriet. Gelukkig maak ik het hier ook waar. Kanté maakt de 1-0 en vervolgens is die Mbappé op voorgeven van Ronaldo met de 2-0. En dan die lekkere celebration. Ik hou zo van deze man. Ik zweer het je, Ronaldo is goed. Hij is fucking goed. Hier maakt mijn tegenstander trouwens een domme fout. Heerlijke goal weer van Mbappé, maar... Ik twijfel echt, ik zweer het je. Misschien vind ik Mbappé nog wel fijner dan Ronaldo. En dat is geen grap, misschien is het raar dat ik het zeg. Check trouwens deze goal, prachtig opengedraaid voor Pogba. Neymar maakt hem, maar ik vind Mbappé zo belachelijk fijn. Dat is echt bizar. Dan hier, Umtiti. Meegekomen naar een corner en dan doet hij dit. Besef, ik heb 200 wedstrijden nu met Umtiti gespeeld. Dit is pas de tweede goal, maar wat voor goal. Een heerlijke goal. En dan ga ik naar 3-0 met dank aan deze wonderschone treffer van Samuel Umtiti. Wedstrijd 4 tegen dit Premier League team. En wat me toch altijd weer verbaast, je speelt zo bizar vaak tegen Premier League teams. En eigenlijk is het logisch, want ze zijn jaar in jaar uit elk jaar goed. Maar eigenlijk al sinds FIFA 12, het zijn altijd die Premier League teams. Echt bizar, iedereen gebruikt ze en terecht. Eigenlijk is het ook niet bizar. Het is best logisch. En we hebben er nu boeit hem niet zoveel. Vooral Mbappé heeft er scheid aan. Scoort gewoon meteen weer 2. Hij scoort zo bizar vaak, die Mbappé. Gelukkig maakt Ronaldo er ook nog eens. Scoort hij tenminste ook nog ooit. Heb ik hem niet voor niets. En met tegenstander rage quit. We gaan 4-0. We zijn brons 1. En dan spelen we tegen dit team. En deze man had eigenlijk voor het eerst... Het was een leuke hybrid. Maar voor het eerst had ik echt dacht van... Oeh, hij heeft wel echt een aantal hele goede spelers. Zoals deze Gareth Bale. Ik verwacht hier dat hij naar binnen gaat kappen. Hij kapt hem juist buitenom en gaat daarna naar binnen. Ja, daar had hij mij gewoon... Helemaal volledig. Dit had ik totaal niet aanzien komen. Daardoor 1-0 achter. Deze man was mijn eerste echt goede tegenstander van qua niveau, zeg maar. Alleen dan heb ik nog steeds Kylian Mbappé. Ja, en die scoort natuurlijk ook nu weer. Het is 1-1 en het fijne is, Mbappé scoort veel. Maar ik heb natuurlijk ook nog steeds, zoals ik net al zei, Cristiano Ronaldo daar rondlopen. En die maakt het 2-1 en dan doet hij even die heerlijke celebration samen met Neymar. Die we eigenlijk wat minder voor zien komen in dit hele stukje. En dan is het 2-1, 93ste minuut. Het is al lang over tijd. En gelukkig fluit de scheidsrechter dan ook af. En gaan we 5-0. Jullie hadden allemaal verwacht dat ik in de laatste minuut een tegendoelpunt zou krijgen. Nee, het gebeurde niet. We gaan 5-0. En mijn eerste goede tegenstander wordt gelijk verslagen. En dat is wel lekker voor je mentale, weet je wel. Dat je die eerste moeilijke wedstrijd die je hebt... meteen weer. En de zesde wedstrijd ben ik gek genoeg vergeten te filmen wat het team van mijn tegenstander was. Maar iemand wie je zeker gaat onthouden is zijn player of the month Hazard. Die maakt hier de 1-0. En dat is ook heel belangrijk in zijn 2-0. Hazard met het schot. Mijn keeper pakt hem nog. Wordt het wel 2-0. Dan denk je, holy fuck. 2-0 achter na een kwartier. Wat ben ik aan het doen? Gelukkig heb ik Cristiano Ronaldo. En op dit soort momenten, dan merk je pas het verschil tussen een goed team en een minder goed team. Het wordt hier 2-1 en ook Ronaldo maakt 2-2. En dan is Ronaldo zo moker belangrijk in deze wedstrijd. Waardoor ik terugkom in de wedstrijd. Dan denk je, het is erop en erover. Dat zou je normaal denken, maar niet heel sterk gekeept dit. Een beetje raar. Het is gewoon een paasje voor de keeper langs. Moet hij eigenlijk pakken? Doet hij niet. Dan wordt het 3-2. En dan is daar Neymar met de 3-3. Neymar legit nog niet gezien. En hier maakt hij dan wel 3-3. Dan gaan we de verlenging in. En dan is het uit de corner. Hè? Uit de corner komt Pogba. En dit is zo lekker. Want jullie weten het. Jullie weten het allemaal. Als je verlenging speelt. Verlenging is zo stressvol. Maar die corner, dat is gewoon puur geluk. Ik zweer het. Engeltje op mijn schouder. Waardoor ik deze wedstrijd win. Ik was totaal niet zozeer beter of slechter. Het kon beide kanten op. En ik heb net dat geluk van de corner. Dan de volgende wedstrijd is wat minder gelukt. Ik raak hier al meteen de paal met Pogba. En dan zie je de volgende kans. Die wederom bij Neymar komt. En die wordt goed gepakt. En je merkt al aan de manier hoe ik reageer. Neymar hier weer op de paal. Je zou denken, Rob, dit gaat de eerste wedstrijd worden dat je verliest. De vorige wedstrijd had je nog het geluk aan je zijde. Hier hoe Jesus erdoor komt, is een beetje kiele in mijn ogen. Maar ja, wat ik zeg, vorige wedstrijd had ik het mee. En nu had ik het gewoon tegen. Hier op de lat, bal van de lijn gehaald. Ja, het wilde gewoon niet. Maar ik dacht, ja, ik creëer zoveel kansen. Er moet een moment komen dat het gaat lukken. En dat is ook, hij stapt dom in. Waar de Pogba er langs is. Ja, en deze finesse shotjes, die zitten altijd. Of je nou debiel bent of achtergesteld of niet. Ze scoren altijd. En vervolgens Mbappé, hele droge knal op de voorzet van Ronaldo. Stak zomaar ineens 2-1 voor in de 65ste minuut. Dan in de 67ste minuut. Deze zieke kopbal, zieke goal van Hamsik. In de 70ste minuut. Tolisso met een geweldig schot. Sta ik opeens achter. Het gaat zo snel. Het was in 2 minuten tijd. Dan 76ste minuut. Ronaldo moet hem maken. Doet hem niet. Maar dan zit het weer wel even mee. Je ziet, het is heel erg laggy. Dit is op zaterdagmiddag gespeeld. De servers waren bomvol. 3 uur 's middags. We gaan de verlenging in. En net zoals in de vorige verlenging. Hier wederom uit de corner. Op de paal. En dan de keeper. Ik denk, nee, dit meen je niet. Dit meen je niet. Dit zit me zo tegen. Doet die keeper dit. Ik zweer het. Volledige fout van mijn tegenstander. Dit vind ik geen geluk. Ik heb eigenlijk pech. Ik score elke keer niet.
check de schotenverhouding. Ik was gewoon veel en veel en veel en veel beter. Maar dan doet mijn tegenstander gewoon iets bizar doms door die bal in mijn voeten te rollen. Dan kun je niet blamen op EA, niet op FIFA. Dat is zijn eigen fout. Hij drukt op kruisje. Hij kan ook wachten, rust nemen, de bal wegjagen. Oftewel, uiteindelijk gewonnen in een wedstrijd waar EA eigenlijk niet wilde dat ik zou winnen. Je merkt hier wel dat je langzaam tegen steeds wat betere tegenstanders komt. En zoals het ook hoort, dit is gewoon een goed team wat ik tegen heb. Het is gewoon vergelijkbaar met dat van mij. Misschien is mij nog wel iets beter, maar het verschil is niet meer zo groot. Je weet, deze speler gaat ook lekker, anders kom ik er niet tegen. En dan kom ik op 1-0 voor en dan kom ik zelfs op 2-0 voor. Want Mbappé gaat deze natuurlijk maken. Ik verraad het al voor jullie, maar... Ja, dat snappen jullie ook wel. Mbappé is geweldig. Maar op een manier stress ik hem dan. Want dan denk ik, deze man is ook goed. Hij speelde ook gewoon goed. Was een goede speler, had een goed team. Komt hier op 2-1. Dan denk ik, ah, dan ga ik hem gewoon stressen. 80e minuut of 77e minuut. Wordt het 2-2. En dan voel ik de bui al hangen. Dan krijg ik hier een dot van een kans met, ja, volgens mij is het Neymar. Maar die mist hem. En dan spoel ik het door. En in die omschakeling komt hier Griezmann met een heerlijk hakje op Payet. En dan sta ik gewoon opeens 3-2 achter in de 86e minuut. En dit voel ik gewoon aankomen. Dit roep ik om mezelf af. Ik ben gewoon zenuwachtig. 2-0, 3-2. En dan krijg ik hier nog een aantal kansen, want het is nog niet voorbij. De blessuretijd is al voorbij. Varane kopt hij nog. Keeper pakt hem. Dan wordt die bal niet goed weggehaald, waardoor de scheids nog steeds niet affluit. Uiteindelijk via Neymar komt die bal weer hier. Gaat die fucking naast. Weer een corner. En die wordt dan weggehaald. En zo behaal ik mijn eerste los. Het had niet gehoeven. Een 2-0 voorsprong weggegeven. Maar wel een los waarvan ik kan zeggen van ja, deze tegenstander was oprecht ook wel goed. Had een goed team. Kwam uiteindelijk 7-1. Dat is helemaal niet slecht. Dat is eigenlijk gewoon super prima. Alleen moet ik mezelf nu wel weer herpakken. En niet te veel losses achter elkaar gaan pakken. En omdat het al regelmatig gebeurd is dat ik eigenlijk 2 losses achter elkaar pak. Wel, dat maakt me altijd een soort van zenuwachtig. En dan is het lekker dat je, net zoals wat hier gebeurt, in de 11e minuut of 12e minuut eigenlijk al op 1-0 voorsprong komt om een beetje die confidence te pakken. Wie anders dan Mbappé maakte hem? Wie anders dan Mbappé maakte 2-0? Wel met dank aan Pogba. En vervolgens is die Ronaldo die een beetje aan tover is. En dan de 3-0 binnenschiet. En dan denk ik, dit is wel ideaal voor zo'n potje als dit. Dit wil je hebben. Je wil niet te veel stress. Je wil het jezelf niet te moeilijk maken. En dan wordt het ook nog via Mbappé die zijn hat-trick maakt. 4-0. Uiteindelijk dan ga je heel ontspannen. Eigenlijk nonchalant spelen. Geef je penalty weg. Wordt het 4-1. Denk je, wow, ja. Komt allemaal wel goed. Is niet erg. Wow, ja. En dan wordt het 4-2. En dan denk ik, kut, het is nog een half uur. Wordt het ook weer spannend. Maar gelukkig hield ik nu gewoon de 4-2 vast. Gaan we 8-1. En is dit mijn laatste pot van de eerste 10 tegen dit team. En kijk even hoe hij hier in de 4e minuut op 1-0 voorsprong komt. Courtois staat aan de grond. Genageld. De bal gaat onderkant lap. Binnenkant paal binnen. Prachtige goal van Gabriel Jesus. Maar let eens op hoeveel doelpunten ik net zoals deze maak. Omdat mijn tegenstander gewoon de bal fout uitverdedigt. Dat is gewoon, ja, onkunde van hem, denk ik. Cristiano Ronaldo sleept me er doorheen, maakt 2 doelpunten, komt 2-1 voor en ondanks die snelle achterstand was dit een hele simpele wedstrijd. Pogba hier met de 3-1, vervolgens Neymar met de 4-1, een beetje lucky, oké, ja, moet af en toe ook kunnen. Ronaldo met de 5-1 en dan wordt het uiteindelijk nog wel 5-2 via Mahrez, maar dan denk je, is het nu afgelopen? Nee, Ronaldo raakt hier de lat, hij geeft veel te veel ruimte achterin weg. 6-2 via Mbappé en uiteindelijk 7-2 door Neymar Junior. Simpele overwinning, 9-1 na de eerste 10 potten. Dat is heel lekker, dan liggen we op schema voor Elite 1. Nou hoef ik dat niet te halen, maar wie weet. Cristiano Ronaldo is top, Mbappé is top en Neymar doet ook nog leuk mee. Heb je nog Pogba? Ik ben helemaal tevreden. Doe zeker een blauw duimpje omhoog deze video. Ik hoop jullie snel weer te zien. Tot de volgende keer en laat de mensen...